We gaan chocoladeslagroom maken. En dat is een idee van uh, Hervé Ties. Het is een uh, heel apart uh, fysisch chemicus die zich helemaal is gaan richten op uh, voeding. En ook het idee van wat er nu werkelijk wetenschappelijk gebeurt in voeding. En als je kijkt naar slagroom, dan heb je daarin de vetten zitten. En die zijn in een mooie emulsie. Die wordt, emulsie van die vetdruppeltjes, die worden gestabiliseerd door de eiwitten die erin zitten, de caseinemicellen. En als je daar nu lucht door gaat heen kloppen, dan sla je die druppels kapot. En er zitten ook vette kristallen in, zeker bij lage temperaturen. En die gaan dan weer meer om de lucht heen zitten. En zo krijg je een schuim. En als de slagram koud genoeg is, dan zijn die. Vette, die kristallen stabiel. En dan krijg je, houden die het water vast om de lucht. Wat je eigenlijk hebt, is dat je het belangrijkste is dat je dus kristallen hebt, vetkristallen in water. En dat kan je ook doen met chocola. Als je nu chocola mengt met ongeveer evenveel vocht, bijvoorbeeld sinaasappelsap en een beetje likeur. Dan krijg je precies dezelfde verhouding. Uh, vet, uh, water. En de eiwitten in de chocola. Die stabiliseren gewoon ook de vetten. Dus het eerste wat we gaan doen. is even twee sinaasappels licht uitpersen. We nemen het sap van. Of een uh, scheutje in of Contreau. Uh, of een sinaasappellikeur. Of iets anders lekkers. Daar doen we de chocola bij. En dat gaan we dan heel voorzichtig oples, oplossen, au marie, in een waterbad. Zorg ervoor dat dat waterbad niet warmer wordt dan 40 graden. Ik merk het smelt ongeveer bij zo'n 35 graden. Als je te warm gaat maken, dan krijg je fase-transformaties van de vetkristallen, waardoor die niet zo mooi meer kristalliseren op lagere temperaturen. Zodra dat gebeurd is, giet je het in een wat grotere metalen kom. Die zet je weer in een bak met koud water om het weer goed af te koelen. En dan met de mixer sla je het mooi op tot een slagroom. Het is kritisch, het lukt mij niet altijd. Meestal wel, maar vaak ook niet. En als het niet lukt, dan kan je het redden door het nog een klein beetje gewone slagroom in te doen. Dat uh, maakt het vaak goed. Wanneer het mooi uh, lobbig is geworden, je moet niet te lang doorslaan. Dan kan je het ook weer kapot slaan. Dan uh, doe je het terug in de sinaasappels. Of als je te weinig sinaasappelhelft hebt, dan gewoon in wat glazen bakjes. Want het is best wel uh, heftig. En dan uh, maak het mooi met wat uh, gebrande amandelschaafsel of iets anders uh, leuks wat je maar uh, kan verzinnen. Het recept wat we hier maken dat is een uitwerking van dit idee door Cook and Chemist. Dat is een uh, erg leuk Nederlands duo die heel veel wetenschappelijk verantwoorde recepten maakt.